Nou, ik denk dat de minister heel blij is met in elk geval een groep boeren die met het kabinet meedenkt. Boeren demonstreren de laatste weken omdat ze tegen de ingrijpende stikstofplannen van het kabinet zijn. Een groep van ongeveer 2500 boeren denkt een heel andere oplossing voor het stikstofprobleem te hebben dan het kabinet. Zij boden daarom vandaag in Den Haag een groen boerenplan aan bij stikstofminister Van der Wal en minister Staghouwer van Landbouw. Een van de boeren die verbonden is aan het plan is de Lieveldse boer John Arink. John Arink boert al jaren duurzaam. Hij gebruikt natuurlijke bestrijdingsmiddelen, eigen mest en verbouwt zijn eigen veevoer. De meeste boeren gebruiken juist wel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en importeren op grote schaal hun veevoer. Dat is op een bijzonder niet duurzame wijze, want die componenten ingevoerd krachtvoer en kunstmest, dat staat eigenlijk gelijk aan het verbruik van fossiele brandstof. Nou, en dat is eindig en derhalve is dat systeem ook eindig. Maar veel boeren zien op dit moment in het overstappen naar duurzaam boeren nog weinig brood. Dus is het de kunst ook om duidelijk te maken dat we met een systeem waarbij we extensiveren, maar een hele goede prijs voor de landbouwproducten, voor de voeding krijgen, dat er voor heel veel boeren, meer boeren dan nu, een goede boterham te verdienen is. Mensen moeten uiteindelijk wel die duurzame producten gaan kopen. De achterban van het Groenboerenplan ziet daar een rol voor de politiek in weggelegd. Ik denk dat 95% van de consumenten die is financieel alleen maar te triggeren. En dan kun je dus niet anders als het politiek zo inkleden dat, laten we zeggen, die onbespoten bloemkool voordeliger in het schap komt te liggen dan die bespoten bloemkool.